Het was een beetje koud, maar toch voerde een klein groepje dames vandaag actie ter promotie van het zonne zonder bovenstukje. Omdat we steeds minder blote borsten op het strand zien in Nederland. En eigenlijk vinden we dat het eigenlijk bij Nederland hoort. Zo 30 jaar geleden lag iedere vrouw topless op het strand. En intussen is dat beeld verdwenen. En dat vinden we eigenlijk zonde. Wat is er in die 30 jaar dan misgegaan? Nou, ik weet niet of er iets mis is gegaan. Er is in ieder geval wel wat veranderd. We hebben natuurlijk de social media is opgekomen met Facebook. Waar natuurlijk toch wel wat Amerikaanse preutsheid is meegekomen. Intussen zien we in de media alleen maar de perfecte lichamen. Vrouwen durven hun lichaam ook niet meer zo snel te laten zien. Nou ja, en er zijn heel veel culturen in het land bijgekomen. En vandaar dat we dachten van nu wordt het wel weer eens tijd om stil te staan hoe liberaal ons landje eigenlijk is. In de bres voor naaktrecreatie en toch alleen maar kuisse beelden. Wij mogen geen borsten filmen, waarom is dat? Nou, in principe is het zo dat je de wet op privacy hebt. En op het moment dat jij kiest als vrouw om topless te zonnen, doe je niks geks. Dus eigenlijk is dat ook helemaal niet iets om foto's te maken. Je moet gewoon op het strand kunnen liggen. Als mannen in hun zwembroek liggen, gaan we er ook geen foto's van maken. En die liggen uiteindelijk ook gewoon topless. Als we nog een staartje zomer krijgen, kunnen we zien of de actie van vandaag is aangeslagen.